goedemorgen. Mag ik eens even wat vragen? Jazeker. We komen met de RTV Krimpen de Waard langs. En we zien hier twee mensen ijverig bezig om gele zadelhoesjes. Ja, kijk eens. Wat een mooie zadelhoesje. Een hele speciale. 5 juli 2015, tourkrimpendewaard.nl. Dan komt de Tour de France door Haastrecht. En dat laten we de hele gemeente Krimpendewaard weten. Dus jullie zijn met de promo bezig? Wat zeg ik? De hele Krimpendewaard. Alle basisscholen. Ieder kind krijgt zo'n hoesje van ons. Hebben we uitgedeeld. En vervolgens natuurlijk alle fietsenstallingen die we tegenkomen. Die krijgen ook gratis zo'n zadelhoesje van ons. Dat doe je niet alleen vandaag. Daar ben je waarschijnlijk al langer bezig. Daar zijn we al vorige week mee begonnen. En iedere dag lopen we overal door de Krimpendewaard die zadelhoesjes uit te delen. Dat klopt, ja. Maar zijn daar wel genoeg vrijwilligers voor dan? Er zijn nooit genoeg vrijwilligers. Nee. Maar gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers die dat willen doen. Maar andere vrijwilligers die graag nog andere dingen willen doen om te helpen, heel graag en van harte welkom. Neem contact op met ons. Want ik heb nog veel meer leuke dingen in de aanbieding om vrijwillig te gaan doen. Je komt ontzettend enthousiast over. Dat ben je waarschijnlijk ook. Dat ben ik ook. Je ziet een grote lach. Je doet het ook niet met tegenzin. Absoluut niet. Dit is toch leuk om te doen. Als je op basisscholen komt en kinderen zijn blij met zo'n hoesje. Dat is toch geweldig om te geven. Dat is toch leuk om te doen. En de reacties onderweg. Hebben die al, maak je dat mee? Ik zag net een bakker stoppen. Regelmatig stoppen mensen en vragen wat we aan het doen zijn. Maar eigenlijk willen ze dan gewoon ook zo'n zadelhoesje. Ja, natuurlijk. Maar er is iemand die zegt van... Weg met die tour. Wij hebben nog niemand meegemaakt die zegt, dit vind ik helemaal niks of ik vind dit niet leuk. Iedereen reageert enthousiast. Want het wordt één groot feest natuurlijk. Het wordt één groot feest, wat zeg ik je, een feest van 3 dagen. Dus we gaan op vrijdag, we gaan op zaterdag en zondag is dan de tour. Dat is sowieso feest. Nou. Maar wij beginnen in Haastrecht al op vrijdag met feest. Nou, zo simpel is het. Nou, RTV Krimpen de Waard zal er ook bij zijn. En leuk. We wensen jullie nu, op deze plek en nog voor de komende tijd dat jullie bezig zijn met de promo, ontzettend veel succes. Nou, dankjewel en dan gaan wij weer verder. Nog meer geel in de Krimpen de Waard. Oké. Envoyer ses champions sur les pistes rouges, grimper les montagnes dans un 31 de